Hoe lang geleden is het dat je aardappels hebt geschild? Eergisteren. Eergisteren nog aardappels geschild. Ja. Waarvoor? Ja. Om te eten. Oh. Maar we gaan nu een wedstrijd doen tegen de oma van Lin. Die heeft gisteren dus ook 5 aardappels geschild. Oh, 5 maar. En degene die het snelst is, wint. Hoe schil jij normaal aardappels? Ik denk zoals iedereen ze schilt. Nou, ik bedoel, heb je de spullen ervoor? Wat denk jij als je aardappels schilt? Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Weet je eigenlijk wel wat vloggen is? Niet zo heel goed, nee. Het interesseert me ook niet heel veel. Eigenlijk zijn het gewoon korte filmpjes. Ja, korte filmpjes. Lekker belangrijk. En hoeveel wil je hebben dat je schil? Kijk, ze heeft de kleinste eruit gepakt. Nee. Nee, grapje, oma. Van die grapjes, ze moeten nou niet doen, hè. Oh, nog niet beginnen. We moeten timen. Krijg jij het schort aan, mag je even gaan staan. Even een beetje zo. In volle glorie. Even een beetje. Nou, dat dansen doe je met 86 geloof ik niet meer zo erg. Ja? Ben je er klaar voor? Op. Start. En ze moeten wel ook in stukjes, hè, hier. Dat hoeft ze me niet te vertellen hoe dat moet. De kleinkinderen denken jou de les te leren. Rustig. Dan moet je oma meer aan de praat houden, hè? Ja. Want je oma gaat te snel. Ja, ja. We zitten bijna op 3 minuten. Oma. Heel die aardappel wegschillen nou, hè. Wow. Alsjeblieft. Zo, de eerste challenge heb goed je gewonnen. Zo. Goed de zo. Eerste wedstrijd. Goed zo. Gefeliciteerd. Ja, dank je. 3 minuut 12. Ja. Wow. Ik doe ook iedereen aan bevelen om toch deze aardappels te pakken. Je merkt het wel dat het erg vlug scheelt. Nou, fijn. Het scheelt heel veel tijd. Waarom zei ik dat zo vrolijk? Ja.